Yo, Gianan hier en welkom terug bij aflevering 2 van seizoen 2 in My Team Career Mode F2021. Dus we gaan vandaag verder in China. Heb jij de vorige aflevering in Bahrein gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat jij deze dus gaat zien. Die aflevering was heel spectaculair. We wonnen onze allereerste grote prijs in My Team Career Mode. We gaan natuurlijk ook aan de leiding in het klassement en de constructeursklassement. Maar heb je die gemist? Eerst even terugkijken, dat kan een rechtgoed ietsje. Klik daarop, natuurlijk die aflevering verschijnen. Daar dan dus de drivers en de constructeurs standen. Rivaliteit met Fernando Alonso. Er is regen voorspeld in de kwalificatie. 1 overwinning tot nu toe. 2 podiumplekken, want in seizoen 1 stonden we op het podium in Singapore. Heel veel upgrades zitten er aan te komen. Dat moet ervoor zorgen dat wij richting de top kunnen. Klassement en de resultaten. Wij wonnen dus de grote prijs. Hamilton op P2. Massa dus P11. Hopelijk dat we daar wat verandering aan kunnen komen. Maar eerst de kwalificatie voor de grote prijs van China. We zijn inmiddels aanbeland bij Q1. En die is helemaal in het nat. Regen hier in Shanghai. Ook voor het eerst dat we hier naartoe gaan in F2021 My Team Career Mode. Een oude bekende baan op de kalender keert weer terug. Want in seizoen 1 was hij er niet bij. De race natuurlijk in China. Tot nu toe verloopt het allemaal goed. Geen wielspin op de exit. Dat is goed om te zien. We zijn bij het lange rechte stuk aanbeland. En de regen is al wat aan het verminderen. Het is nog steeds nat op de baan. Het is geel in sector 1. Er is iets gebeurd in de kwalificatie. Terwijl wij daar even te wijd gaan. En we komen op een P7. En hier is Yuki Tsunoda. Die rijdt achterop de auto van Giovinazzi. Of is dat Stroll? Dat is volgens mij Lance Stroll. Weet ik niet zeker, maar een raar moment. En we gaan dus naar binnen, maar ik maak dus een fout. En spin ook in diezelfde bocht. Hoe opvallend is dat natuurlijk? Ja, de wanden zijn gewoon niet op temperatuur. En hier maken we nog een spin. En nu vind ik het wel mooi geweest. Okay, we can take you this lap. En dan aan het einde van Q1 is het droger en droger geworden. Iedereen is nu naar buiten op een setje softbanden. Wij zijn doorverwezen naar P19. Kleine lichtdruppels op de lens nog, alleen dat is geen probleem. Beetje overstuur bij de eerste bocht. We moeten daarvoor oppassen, want iemand zit achter ons. Dat is volgens mij Carlos Sainz. Die ons daar ook gewoon voorbij wil. En we ghosten eventjes. Ik weet niet wat er aan de hand was. Maar nu is het een drag race met Sainz en mijzelf. De vlag hangt over 5 seconden uit. Sainz remt als laatste, maar wij willen ons rondje gewoon behouden. We staan op P20. Iedereen verbetert zich naar een snellere tijd. En wij komen op een... Waar komen wij te staan? Nog even geduld. Ricciardo snelste, een tiende sneller dan Valtteri Bottas. Tsunoda met een 5 seconden plek straf. En wij dus op P18. Massa op P21. Dus het belooft weer heel zwaar te gaan worden. Jammer maar helaas. Op naar de wedstrijd in China. Hopelijk kunnen we wat naar voren komen. En misschien
kunnen we naar punt rijden, maar eerst de start zien te overleven. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 2 van seizoen 2 natuurlijk, van F1 2021 Martin Career Mode. It's time again then for Formula One in Shanghai. Northwest of this thriving city of over 24 million people is a circuit that first featured in the championship calendar back in 2004. And of course played host to Formula One's 1000th World Championship event in 2019. We start a lap here at Shanghai with the long difficult right-handers of turns 1 and 2, the first of 16 corners that make up this 3.3-mile circuit. The incredibly long back straight provides the best passing opportunity of the lap with speeds in excess of 200 miles per hour before the braking zone of turn 14. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Alpine. We've had some changes to the regulations, of course, which mainly revolve around the chassis this year. And unfortunately, the early signs are that they've not adapted particularly well. There are a few downcast looks within the team this weekend. I think they've been hit fairly hard by the new regs. But this is only the first step down a long road of development. And even if they don't maximise their points today, there are plenty more up for grabs this season. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position. Sergio Perez lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Leclerc, Lewis Hamilton, and Sainz, Norris, Ricciardo, Gasly, and Fernando Alonso, Giovinazzi, Stroll, Esteban Ocon, and Russell, Mazepin, Mick Schumacher, The Professor, and Callum Ilott, Latifi, Tsunoda, Lundgaard, Massa. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te bereiken. De strategie ga ik naar hard medium brengen. De lampen gaan dus aan voor de grote prijs van China. Carrière aflevering 22 staat op het punt te beginnen. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen goed van onze startplek. Beter dan George Russell. Beter dan Mick Schumacher. Maar gaan divebomb naar Schumacher toe. Dat was trouwens Mazepin. En hier zitten wij dan ook al gelijk aan de zijkant van Lance Stroll. Schumacher wel een klein beetje geraakt. Maar dat is niet erg en dat is P12. Goed gedaan voorlopig in de eerste ronde van de wedstrijd. Ocon kunnen we ook al gelijk aanvallen. Komen van ver, raken per ongeluk Fernando Alonso. Maar dat zal geen probleem moeten zijn gelukkig. Het werd al een klein beetje moeilijk en Ocon kan terug aanvallen via die buitenkant. Maar wij verdedigen gewoon heel erg scherp. En Ocon kan er niet langs. We zitten wel heel dicht op. We zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Ocon dit keer weer dichterop. Kijk naar de buitenkant. We laten hem gewoon staan. En Ocon moet daar even in het grind. En valt heel ver terug. Een beetje dom van mij dat ik geen ruimte liet. Sorry Ocon, dat was gewoon mijn fout. Maar ik krijg er geen straf voor. Gelukkig. En Lance Stroll is nu dit keer naar P12. Wij nog steeds op P11. Momentje overstuur op de exit. Stroll kan alleen maar naar ons toe rijden. Groen in sector 1 en 2. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Als Lance Stroll het daar probeert. In de slipstream. Hij kijkt naar de... Nee, hij kijkt... Jawel, hij kijkt wel naar de buitenkant. Jazeker, Stroll dacht daar even ons te piepelen. Alleen dat is niet gelukt, want wij houden ons hoofdje gewoon cool. Probeert daar wel aan die binnenkant. Maar wij gooien de deur keihard dicht. En we zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd. P11 nog steeds. Het gaat nou ook. Alonso is 5 seconden. Ik wou eigenlijk 4,9 seconden zeggen. Ongeveer 5 seconden. En voor Alonso rijdt Lando Norris. Herhaling van de start in China. Met de beide rebels op de eerste startrij.
De lampen sprongen uit en we waren onderweg en we kwamen zoals gewoonlijk goed van onze startplek weg. We hadden al gelijk de Alfa Romeo verschalkt, ook de Haas en twee Aston Martins van Giovinazzi en Stroll. En dat was gewoon heel erg goed natuurlijk van ons. Deed hier ook een divebomb naar een Alpine. En we hadden net niet Alonso geraakt. Ocon was dat trouwens, die we hadden gedivebombed. Tot nu toe verliep alles heel erg goed. Ocon keek daar wel terug, alleen ja, dan blokkeren wij hier zijn pad. En dit gebeurde er een ronde later in ronde nummer 2. Ocon probeert het aan die buitenkant, maar wij houden gewoon onze lijn. En Ocon wordt gewoon op het grind geduwd door ons. Een beetje agressief spelen mag wel. Dit hoort er allemaal bij, vind ik. En zo moest Ocon helemaal van achteraan beginnen. We zitten inmiddels in ronde nummer 4 als het daar geel is. En dat is volgens mij Esteban Ocon. Die gaat uitvallen in de wedstrijd. De eerste uitvaller van de dag is een Alpine coureur. Leuk, want in Bahrein viel Fernando Alonso uit. Dus Alpine begint niet lekker aan seizoen 2. Giovinazzi heeft DRS. Kijkt naar de buitenkant. We remmen wat eerder om nu ook eerder in te sturen bij de Italiaan. Duwen hem daar gewoon wijd. En dat is nog steeds P11, maar je koopt er geen brood voor, want we rijden niet in de punten. Het is ronde nummer 5 inmiddels. 15e langzamer dan onze vorige beste tijd. Nog steeds geel in sector 1 vanwege Esteban Ocon die daar stilstaat. Die auto moet zometeen worden weggehaald. En groene vlag dus weer. Dus we kunnen weer op volle snelheid doortrappen. De beide Aston Martins zitten met mij te knokken voor P11. Stroll en Giovinazzi. Giovinazzi is er voorbij. Stroll net niet. Oeh, dat was heel close met die beide groene wagens. Maar we remmen als laatste en hebben die plek gewoon weer veroverd. Fiat en Ricciardo duiken naar binnen. Ook is volgens mij Valtteri Bottas naar binnen geweest. Charles Leclerc duikt naar binnen. Gasly ook naar binnen. En Norris rijdt volgens mij gewoon door op die softbanden. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Dus dat belooft nog wat. Sorry, wat zeg ik nou? We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Ik kijk helemaal verkeerd. We stonden op positie 8. Dit gebeurde er trouwens met Charles Leclerc. Ik weet niet wat hij daar deed, maar hij zat gewoon helemaal klem tussen Lewis Hamilton en Mick Schumacher. En Schumacher pakte gewoon een plekje af. Dit ziet Mick Schumacher namelijk in ronde nummer 7. Ja, dan is het hier gewoon 3 dik en dat gaat gewoon niet. En Schumacher, ja, die is hier gewoon slachtoffer, maar kan wel mooi Charles Leclerc terug aanvallen. En zo heeft hij die plek veroverd. Dat is goed gedaan van Schumi. We hebben Lewis Hamilton inmiddels in het vizier. Nee, sorry, Max Verstappen hebben we inmiddels in het vizier. En het was daar even geel. Maar nu weer groen. We zitten in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Russell rijdt achter ons. Ons voormalige teamgenoot van F1 2020, My Team Career Mode. Russell is behind you. Op het rechte stuk hebben wij gelukkig nu nog wel de topsnelheid van de Renault motor. Daar wil ik trouwens aan gaan werken. Terwijl Lewis Hamilton ons heeft geraakt. En we zijn gespind. Lewis Hamilton heeft ons geraakt en er is een
kettingbotsing achter ons. De safety car is op de baan geroepen vanwege dit incident. Gasly heeft een 5 seconden tijdstraf gekregen, zie ik. En Hamilton deed een kamikaze actie, hetzelfde wat Max deed in 2018 bij Sebastian Vettel. De safety car op de baan. Dit zien wij dus. Hamilton haalde een Alfa Romeo in en dacht hier ook even ons in te halen. Alleen ja, dan is daar het gat niet en dan krijg je dit. En dan krijg je ook een ontstopping. Volgens mij gaan daar heel veel auto's nieuwe voorvleugels halen. Mijn teamgenoot is slim om al die plekken in te nemen. Felipe Massa, goed gedaan jongen. Lewis Hamilton valt daar George Russell aan. En denkt hier ook mij even aan te vallen. Maar ja, dan weet ik niet waarom je dit doet. En heel veel chaos zie ik. Alle auto's knallen op elkaar. Felipe Massa houdt het hier heel erg goed. Heel erg cool. En wij kunnen gewoon onze weg vervolgen. Gap to teammate behind is 0.7 seconds. 7 tiende is het gat naar Felipe Massa. De safety car nog steeds op de baan. Alonso rijdt dus voor ons. Bottas op P3. Volgens mij is Perez naar P2 en Verstappen aan de leiding. En de safety car duikt naar binnen. De safety car gaat dus naar binnen. En wij moeten wakker blijven ten opzichte van Fernando Alonso. Want in Bahrein hadden we een uitstekende restart. En hopelijk dat wij dat hier ook kunnen doen. We houden de banden gewoon opgewarmd. Ik ben helemaal mijn zwaar kwijt. Gasly dus een tijdstraf. Massa dus naar 7, dat doet hij goed. De banden zien er nog goed uit. We moeten de auto gewoon onder controle hebben tijdens de herstart. Geen wielspin. Wanneer gaat Verstappen op zijn gas? Want hij leidt volgens mij de wedstrijd. We moeten wakker blijven, sowieso. En hier gaat Verstappen op zijn gas. En we zijn niet wakker gebleven helaas. We kunnen wel naar Alonso toe rijden. Schiet er wel een klein beetje door. En Gasly heeft ons gepasseerd. Maar wij kunnen hem terug aanvallen aan die binnenkant. En dat is gewoon nog steeds P5 voor ons. Alonso heeft de aansluiting gevonden met Valtteri Bottas. Dus die twee gaan elkaar misschien inhalen. Gasly probeert er aan de buitenkant. Maar weet dat wij het gat gewoon dichtgooien. Wij schieten een klein beetje door. En Gasly heeft ons nu wel echt definitief gepasseerd. Voor P5 in de wedstrijd. Wij dus naar een P6. En verliezen al gelijk wat tijd naar Pierre Gasly toe. Felipe Massa valt aan. Voor P7 en wij gaan hem hier niet moeilijk maken. Oh, Giovinazzi. Nee, George Russell is gespind. George Russell gespind op ons achterwiel. En daar is het dus geel. En Russell moet helemaal van achteraan beginnen. Massa, die lieten wij dus gaan. Waarom? Die gaan we niet ophouden. Het team is belangrijker. En we gaan hem hier ook niet aanvallen. We doen het gewoon rustig aan en we gaan hem proberen te volgen. Dat is de afspraak die we hebben, ja tenminste die ik heb gemaakt. Niet Massa trouwens. Oppassen, want we verliezen wat tire grip, zegt Jeff. DRS nu weer beschikbaar gesteld. We rijden naar Felipe toe, maar houden gewoon onze afstand. Lewis Hamilton kijkt voor P7. Aan die binnenkant. Daar is geen ruimte, want wij, ja daar is trouwens wel ruimte. Maar het wordt hier heel close. Lewis en wij zelf moeten even oppassen voor Massa. We raken elkaar toch nog. Lewis Hamilton en ik voor de tweede keer in deze wedstrijd. En Massa rijdt door. Wij rijden trouwens ook door. En de pitwindow is open voor de medium band. Een eenstopper dus in ronde nummer 15. Er zijn nog 13 rondes te gaan. Hamilton probeert het, maar kan er niet langs. Aan die binnenkant dan Lewis. Hij is er voorbij.
Jazeker, Lewis Hamilton met meer snelheid die bocht uit. Maar wij kunnen terug aanvallen in de slipstream. Kijken naar de buitenkant van de Brit. Schiet er een klein beetje door. Maar die plek is wel van ons. Goed om te zien. Hamilton probeert het aan die buitenkant, maar dat is niet gelukt. Hij heeft ons geraakt en is zijn voorvleugel wat beschadigd geraakt door ons. Een flap mist en ook Lando Norris zet hem hiernaast, raakt ook ons. En we duiken naar binnen. Voor onze eerste pitstop. Maar dan zie ik het hier te laat. En Felipe Massa duikt ook mee naar binnen. Dus we gaan een dubbele pitstop doen. En ik ga hier proberen om Norris en Hamilton op te houden. Zodat wij minder tijd verliezen tijdens deze dubbele pitstop van het team. Jammer dat ik het te laat zag. Maar goed, ja, ik hou aan mijn strategie. En ja, dan krijg je dit. Een paar seconden verloren naar de medium compound. 4,1 seconden heeft het geduurd. En we komen terug op P16. Sorry, P18. Massa op P17. Eilert naar 16. Norris 19 en Hamilton op P20. Helemaal achteraan rijdt de wereldkampioen. Nu moeten wij dat gat naar Felipe Massa zien te dichten. Daar is dan een aanval op Lance Stroll voor P9 in ronde nummer 20. We rijden weer in de punten. Charles Leclerc rijdt voor ons. Felipe Massa rijdt in de punten. P7, dat doet hij heel goed. Het zou toch niet waar zijn dat Massa hier in zijn tweede race voor ons al gelijk punten pakt. En ons gewoon outscored. Oftewel dat hij meer punten pakt dan ons. Dat zou heel nice zijn voor Massa. Minder nice voor ons. Maar ja, goed. Het constructeurskampioenschap is belangrijker dan de wereldtitel. Zit er een klein beetje door hier. En dat betekent dat Lando Norris hier kan aanvallen voor P9. Wij blokkeren zijn kant. Maar hij vindt een weg erlangs. En we vallen hem hier gelijk weer terug aan. Norris blokkeert zijn rechter voorband. We duwen hem daar gewoon wijd. En dat is nog steeds P9. We gaan zo meteen ronde nummer 23 alweer in. Massa nog steeds op P7. Houdt Charles Leclerc in bedwang. Norris probeert het hier aan de buitenkant. Maar we laten hem hier staan. Een mooi gevecht hier voor punten. En die plek is nog steeds van ons. Tsunoda op P11. Ronde nummer 23 is het. En Lando Norris zit er klaar voor P9 van ons af te pakken. Hij kijkt naar de buitenkant. Hij remt heel laat. Maar we laten hem hier gewoon weer staan. Probleem met de IRS, maar weer goed nieuws. Het probleem is weer opgelost. Alleen ik zie nu, ik kan geen overtake gebruiken. Ik dacht even, shit, we moeten uitvallen. Dat zou wel heel zuur zijn. Maar het is alleen de IRS die niet meewerkt. Dat probleem is nu weer opgelost. Nog eens kijk naar de buitenkant, zie ik. Maar wij laten hem gewoon wijd uitlopen. Een beetje naar Norris sturen, zodat hij wel moet ontwijken. Anders raakt hij ons. We zitten trouwens in ronde nummer 24 van de wedstrijd. Nog 4 rondes te gaan. Massa is naar P8, want Charles Leclerc is Felipe voorbij gegaan. Felipe Massa gaat punten scoren voor het team. Is een tweede wedstrijd voor ons. We pakken ook weer een dubbele puntenfinish. Voor het eerst sinds de grote prijs van Singapore. Want toen ging Marcus Armstrong naar een P9. Dus dat zijn heel veel wedstrijden geleden volgens mij. Ronde nummer 25 is het. En Lando Norris zit nog steeds te kijken voor die twee punten. Probeert het aan de buitenkant. Maar wij houden de boel gewoon heel erg scherp. En gaan zo meteen ronde nummer 26 alweer in. Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda zijn in gevecht voor P11.
En Norris hier dan aan de buitenkant is er langs. Heeft meer topsnelheid dan die Mercedes motor. Want wij rijden met Renault motoren, kunnen hier misschien wel terug aanvallen. En gebruiken hem als een soort van remblok om ons af te remmen. En dat is gewoon gelukt. En nog twee rondes eraan zijn we weer terug op P9. En Norris kan hier niet terug aanvallen. Op het rechte stuk zitten we. We gooien onze overtakeknop aan. Norris kijkt naar de binnenkant. Daar is ruimte. We laten die ruimte ook een beetje wielbengen met de twee. En Norris hier dan uitgeremd. En dat is gewoon nog steeds P9. Norris probeert wel de switchback. Lukt dat? Dat lukt niet, want wij halen hem hier gewoon... Ja. We houden onze poot stijf en... Zijn er gewoon voorbij. Nu is Yuki Tsunoda naar P10. In ronde nummer 27. Nog eens op P11. Buiten de punten. Met nog twee rondes te gaan. Hamilton buiten de punten. Massa en ik in de punten. Yuki Tsunoda probeert het daar aan de buitenkant. En we proberen hem daar gewoon wijd te duwen. Maar dat lukt niet. Hij houdt zijn poot ook stijf. Maar we duwen hem hier dan wel wijd. En Lewis Hamilton is optimaal geprofiteerd. En gaat naar P10. Heeft ons nu in het kielzog. Gaan daar een klein beetje langzaam. Hamilton ziet dat. Gaan hier verdedigend rijden. Schieten een klein beetje door. En Lewis Hamilton kan hier aanvallen. Maar Lewis spint. Lewis Hamilton heeft ons op onze sidepod geraakt. Dat was veel te agressief, zegt Jeff. Het is wat vandaag met mijzelf en Lewis Hamilton, want we hebben elkaar nu meerdere keren geraakt in de wedstrijd. En Hamilton is weer aan het racen. De groene vlag wordt gezwaaid. Tsunoda kan hier misschien kijken. Voor P9. We gooien onze overtakeknop aan. Kijk naar de buitenkant. Maar we laten hem gewoon mooi uitrollen. En Tsunoda kan hier niet aanvallen. Dit ziet trouwens Lewis Hamilton. Wat er gebeurde in ronde nummer 27. Hij ziet mij hier wijd gaan. Ja, en dan... Ik zou zeggen meer 50-50. Want ik rijd gewoon mijn racelijn. Ik rijd gewoon de normale lijn. En Hamilton rijdt ook zijn racelijn. En dan krijg je dit. Oftewel, twee mannen vechten om de racelijn. En ja, dan is het gewoon een raceincident. We gaan hier gewoon wijd. Kijk maar. En pakken gewoon de racelijn. Hamilton wil dat ook doen. En spint. Lewis Hamilton buiten de punten beland. En moet hier ook even in zijn achteruit. Gaat ook heel ver terugvallen. We gaan de laatste raceronde alweer in. Yuki Tsunoda zit binnen DRS afstand van ons. Felipe Massa gaat punten voor ons binnenhalen. Dat doet hij heel goed. En wij dus naar een P9. Yuki Tsunoda probeert het. Hier dan aan de buitenkant. Hij kijkt wel. Max Verstappen wint zijn eerste wedstrijd van seizoen 2. Dat heeft hij goed gedaan. Yuki Tsunoda probeert hier aan die binnenkant. Wat doet de Japanner hier dan? Neemt heel veel risico voor die twee punten. Probeert het aan de buitenkant is nu Lando Norris. Maar dat lukt niet. Opvallend genoeg, de eerste twee winnaars zijn beide landgenoten van elkaar. We worden tweede in het kampioenschap als het zo eindigt. Maar Lando Norris probeert er aan die buitenkant. Duwen hem daar wijd. Dan moet het hier gaan gebeuren voor Yuki Tsunoda. Want die heeft hier zometeen DRS met een heel lang rechtstuk. Perez wordt tweede. Bottas derde. Massa wordt achtste. Goed gedaan, Felipe. Wij proberen Yuki te blokkeren. Alleen dat lukt niet. Hij is er voorbij voor P9. Maar we vallen hem hier weer terug aan. Remmen heel diep. En die plek hebben wij behouden. Dat betekent dat wij P9 pakken. Weer goede punten verzameld voor het team. Nemen helaas de leiding uit handen van Max. Of Bottas. Staan dus nu tweede in het klassement. En hopen dat we in de volgende wedstrijd in Imola sterker terugkomen.
victory for the team from Milton Keynes then, after a quality performance. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. De uitslag van de Grote Prijs: Verstappen wint zijn eerste van het seizoen. Perez naar P2, Bottas naar P3, Alonso 4, Ricciardo 5, Gasly 6, Leclerc 7, Felipe Massa knap naar P8. Wij maken het race compleet met een dubbele puntenfinish, P9. En Massa krijgt driver of the day, Yuki Tsunoda pakt het laatste punt. 4 punten verschil naar Verstappen en Gasly komt ook dichterbij en wij... ja, we moeten helaas 18 punten inleveren op Red Bull Racing. Dus hopelijk kunnen wij nog terugkomen. Massa naar P13 met 4 punten. En het gat naar Gasly is ook 4 punten. Dus 4 punten verschil naar Verstappen en 4 punten verschil naar Pierre Gasly. Maar goed, al met al een prima wedstrijd. Dubbele punten gepakt. Het kon erger. Hamilton naar P20. Maar goed, deze video zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze aflevering. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je het leuk vond. Kan er iets verbeterd worden, zet dan in de comments neer. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 MyTeam Creamer content. Schakel ook een like, belletje als je geen enkele aflevering van mij mist. Nogmaals, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Bedankt voor de support. 95 abonnees. Laten we gewoon pushen naar die 100 mensen. Kom op. 100 abonnees, dat moet gewoon haalbaar zijn. Dus ben jij nieuw, abonneer voor meer zou ik zeggen. Ken jij een maat die F1 leuk vindt, zeg dan vooral naar mijn kanaal toe te gaan. En zeg ook waarom je op mij moet abonneren. En ja, dan ga ik de video afronden, mensen. Dit was het Janan. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Ga verder in Imola.